is de 5 mei-viering op een zondag bevallen in Sliedrecht? Waar normaal gesproken de zondagsrust werd gerespecteerd in deze gelovige gemeente, was het zondagfeest op de dag des Heren. En dat was voor het eerst. Maar terugblikken op die dag doen veel Sliedrechters liever niet op camera. Goedemiddag heren. Hebben jullie bevrijdingsdag gevierd hier in Sliedrecht? Nee? Oké. Nou, wie we ook spreken. Maar ik moet verder, helaas. Oké, dank u wel in ieder geval. Okay. Niemand die er iets over kwijt wil. Dan maar de voorzitter van het comité 4, 5 mei bellen. Ja, het was ten eerste prachtig weer. En er is heel veel publiek op afgekomen. Het was echt heel erg druk. Het was heel gezellig. Zo ging het eraan toe. Een vrolijk feest voor het gemeentehuis. Het werd toegestaan door de lokale christelijke partijen, omdat de VVD dat graag had. Wat is er nu belangrijker dan bevrijdingsdag? Op die dag vieren wij natuurlijk dat we dit allemaal in vrijheid kunnen vieren. Hè? Aan de andere kant is ook, de mensen hebben ook de vrijheid om er anders over te denken. Dat vind ik ook helemaal prima. Ik bedoel, daar is de vrijheid uiteindelijk voor. Maar dat de mensen er niets over kwijt willen. Ja, dat zijn dan denk ik net de mensen die ook niet geweest zijn. Wie we buiten de camera omspreken, wil best laten weten dat het 5 mei-feest over het algemeen geen overlast heeft veroorzaakt. Maar dat ze er ook niet mee weglopen. Wat zouden jullie de volgende keer anders doen? Of hebben jullie iets geleerd van deze editie? Ik denk niet dat we het anders zouden doen. We hebben gewoon een hele leuke editie gehad. We hebben rekening gehouden met iedereen. Dus ook de mensen die naar de kerk gaan. Wat ik erbij wil aangeven is dat het niet zo is dat iedereen die naar de kerk gaat niet 's middags is geweest. Want er zijn ook mensen die 's morgens naar de kerk zijn gegaan en 's middags ook een bevrijdingsfeest hebben gevierd. Ja, ik denk dat we dan met iedereen rekening houden. Dus de feestvierders konden feest vieren. En 's avonds konden de mensen die dat wilden gewoon in alle rust naar de kerk. Ondertussen levert onze zoektocht naar reacties toch nog wat op. Ja, voor mij was het zondag, dus... Voor mij is het allerbelangrijkste dat wij de Heere danken voor wat hij gegeven heeft. Dat we in een vrij land mogen leven. De mensen die dat graag willen doen, die moeten dat voor zichzelf weten. En de mensen die er anders over denken, die moeten dat ook zelf weten. Ja, ja. Was de muziek uit op tijd? Wat ik gehoord heb wel. Wij hebben er niet veel van gehoord. Een volgend bevrijdingsfeest op een zondag zit er dus wel in. Dat is dan op zijn vroegst in 2030.